Hallo, welkom bij YOLOCRAFT. Ja, zo weer lang geleden dat ik het heb gedaan, dus ik ga het nog een keer doen, gewoon eventjes. Ik heb een idee. Ik heb een heleboel kobbel. En mijn idee is... Nou, we hebben zo'n hele mooie stad hier. Maar het is nog niet echt beveiligd. Ik bedoel, er zit geen muur omheen. En ik dacht, laten we eens... een muur om onze hele stad heen maken. Weet je wel, gewoon helemaal om onze hele stad heen. Dus. Wij gaan gewoon beginnen met een muur maken. Even de... Zo. Hoe het ongeveer er omheen moet gaan lijken. Waarom plaatsen die blokken niet? What's going on? Oh, dat heb ik op multicore staan. Dat scheelt echt een heleboel. Die even... Max FPS. Alsjeblieft. Oké. En... Ja, daar ben ik weer. Torch. Even aan de kant. Give me your torch. Wat is er mis met mijn FPS? Wat is er mis met mijn FPS? Echt waar. Ik heb helemaal niks zo. Alsjeblieft, help met die lag. Ik vind dat niet leuk. Stomme lag. Maar goed, dus. Een muur ongeveer zo hoog als... Dat... Want daar natuurlijk is hoger, maar... Ik vind het gewoon even fijn om iets beschermings te hebben. Dus... Nou kijk, de FPS gaat nu weer omhoog. Ik weet niet wat ik net had, maar... Oké. Dus, dan gaan we gewoon om onze hele city een muur maken. En het liefst wel... Overal de muur. Ja, oké. Heel eind hoor. Een muur. Even kijken hoe dat hier gaat, want dit is een beetje oplopend. Ik denk dat we die beacon daarachter ook nog even gaan verplaatsen. De beacon. Ik was een beetje aan het klooien met mijn speed. Zo. Set speed. Dat is echt grappig. Dat hoort bij singleplayer comments. Maar dat ga ik niet gebruiken hier. Want het is gewoon niet cool. Dus. Het gebouw kunnen we hier wel laten staan. Maar... De beacon. Oeps. Jump. Ik heb geen zin om die ladder te beklimmen. Beacon. Wij hebben jou... Wij hebben ervoor gezorgd dat jij speed voor ons geeft. Dank u. Kunnen we dan nu... Ik geef maar mijn... Ultimate super fast... Mega goed brekende pickaxe. Zo, oké, dat gold. Al dat gold vind ik ook niet echt waard hier. Even aan de kant, stomme gold. Nou, I like gold. Maar goed. Zo. Give me that. Mijn inventaris zit vol. Stick aan de kant. I need some gold blocks. I like gold blocks. Oké, dus. Dat hebben we. Nergens anders nog meer gold. Oké. Dus. Dan gaan we eventjes de beacon op ons huis zetten. Oh, shit, geef. En ik cheat nooit hoor. Slash jump. Zo. Kost alleen maar tijd om te lopen. Dus ja, waarom zou je lopen als je het ook zo kunt doen?
Dus 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boom. We hebben meteen weer power. Hebben we dan nog steeds? Nee. Oké. Dan hebben we deze. Give me some of this. En we willen speed. Done. We hebben dus nu speed. Ik weet niet of dat wel goed van pas komt. Maar oké. De gold kan hierin. Want dat hebben we ook al eens niks meer. Ik zei sorteer. Oké. Dus we gaan verder met de muur bouwen. We moeten eigenlijk ook torches op de muur zetten. Dus dan spannen de monsters op. En ik wil juist dat er niks in mijn ding spant. Maar dan moet het er ook niet op spannen. Eigenlijk moet ik die mod downloaden waarbij je kan zien of er licht genoeg is, weet je wel. Maar goed, ik weet niet precies waar we die muur helemaal gaan laten lopen. In ieder geval vanaf deze muur weer. Denk helemaal zo over die heuvel, dan daar. Dat moet er eigenlijk buiten komen. Maar goed, we beginnen gewoon hier. Eén hoog, eventjes. Zo. Waarom zitten altijd torches in de weg? Give me the torch. Zo. Kloof aan de kant. Tot aan hier ongeveer. Nee, want ik wil daar nog iets bouwen, denk ik. Het is een perfecte plek om iets te bouwen. Dus ik denk dat ik de muur iets ga uitbreiden nog hier. Uiteindelijk wordt alles wat er binnenin zit verlicht hoor, dus je hoeft niet bang te zijn voor de verlichting, ga weg. Plaats. Ik weet niet of dit saai is om dit helemaal te zien, maar ik ga hier de bocht om, denk ik. Oké, dit komt niet helemaal van pas. Weg. Zo. Oké. In dit water. Mooi. Dus gaan we hier voor langs. Zolang alles wat er binnenin zit maar mooi is. Oké, hier wil ik dus een huis gaan maken. Dus dan gaan we hier zo langs het zand. Hier zo heen. Hier naar boven. Hierheen. Als ik zo bekijk, kunnen we, als we hier iets maken, kunnen we best wel richting dat ding en dan daar de grens of zoiets maken. Zo. Ik weet niet waar ik de grens helemaal precies wil hebben, maar ik wil sowieso overal wel van die deuren, zodat je eruit kunt, anders moet je me omlopen. Dus overal waar ik er meestal uit wil gaan, doe ik een deur. Bijvoorbeeld aan deze kant om hier te komen bij dat moeras en zo. Maar goed, hier komt dus een hele lange rechte muur. Hoeveel hebben we nog? Genoeg. Tenminste, om de onderste laag af te maken. Het moet minstens 4 hoog, anders dan. Oké, de spiders zijn alsnog irritant. Misschien kunnen we schietgaten ertussen maken of zo. In ieder geval 1 wijd. Oké, daar is een creeper ontploft. Dat wil ik het liefst niet in mijn town hebben. Ik weet, het is niet echt precies een vorm. Maar dat hoeft ook niet. En jij moet daar. Oké, ik heb dus wel een idee. We gaan hem gewoon hier precies omheen leiden. Langs de rand van deze cliff. Denk ik. Alhoewel, hier kunnen we makkelijk iets bouwen. Maar dat is veel te ver weg. En anders kunnen we altijd nog iets doen. Zo. We zitten nu precies hier langs die rand. Dat is ook niet wat ik wil, dat je precies tegen die muur aan kijkt. Dus ongeveer dit is wel goed. Niet dubbel plaatsen.
Oké, dan hoeven we alleen nog maar hier zo langs. Dan gaan we helemaal... Ik denk dat ik dit stuk nog erbij wil hebben, want dan kunnen we hier nog iets maken. Ik moet echt nadenken met een muur bouwen, want als je eenmaal hebt gemaakt, dan is het heel lastig om hem ook weer af te breken en dan op de goede... Langs deze rand. Ik maak gewoon een walled city. Kasteelachtig iets. En als we heel veel kobbel hebben, kunnen we altijd nog torens aan de hoeken maken of zo. Allemaal torens rondom. En ik weet eigenlijk nog niet waar ik de echte ingang wil hebben. Dus we gaan nu deze kant op. Ik wil wel een paar bomen erin, hier zo in de hoek. Dus niet helemaal precies langs het water, want dan is het niet meer mooi als je vanaf de waterkant kijkt. Als je daar op de boot zit, weet je wel. Precies hier zo overheen. Nee, niet precies bij deze boom. Dat is niet cool. Heb ik een ex? Ja, ik heb een ex. Oké, wegboom. En dan vind ik haste weer handig, want dan kun je weer sneller mijnen. Maar goed. Ja, oké, we gaan nu deze kant op. Zo, deze kant. Oké, hier. Ik ben nogal stil, dat weet ik, maar... Tijdens een muur bouwen, dat is nogal spannend. Spanning, heb je veel spanning voor nodig? Nee. Nou, ik ben gewoon stil. Ik ben niet zo'n goede commentary-achtig iets. Dat is niet mijn beste vak. Zo, en dan gaan we richting die kant. Zo. Maken we daar een brug over het water. Zodat we er onderdoor kunnen. Nou, niet echt een brug, maar gewoon een muur over het water. Ja, ongeveer hier vind ik wel goed. Zolang er maar niemand via het land in kan komen. En alleen maar via het water. Dan het liefst nog het eerste deel van het water hier weg. Zo. Nee, geen schaap in de weg. Alsjeblieft, wegwezen. Zo. Even naar de andere kant. Zo. Tot deze hoogte. Zo. Zo. Dat is ongeveer de brug. Even kijken. Volgens mij is dat wel goede vorm. Oké. En dan nemen we... Ik weet niet precies welke vorm ik hier wil hebben. Stomme schaap, ga weg. Schaap, weg. Dank u. Hoeveel houten, hoeveel cobblestone hebben we nog? Oké. De halve inventaris is vol. Aardig veel gebruikt al. Oké, dan gaan we hier zo langs. Want ik wil dat. Ik wil eigenlijk dit stuk met dat. Lava wil ik er nog wel in hebben. Oké, dat was echt een. Dat kunnen we ook wel eens maken, zo'n cave sensor. Ik heb op YouTube een keer iemand gezien die heeft zo'n cave sensor-achtig ding gemaakt. Dat is met zo'n glowstone. Dan word je dan. Ja, dan moet je daarin gaan staan en dan haal je zo'n hendel om en dan. Ja, dan kun je alle caves zien. Dat je dan zo'n glowstone in je hoofd krijgt. Dan kun je alle caves zien. Dat is handig. Vooral als je caves wil vinden. Ik heb al een idee over deze berg. We gaan even langs de rand met dit. Niet onder je hakken. Alhoewel, nu kan dat wel. Want ik moet toch naar beneden daar. En dan hierheen. En dan hierheen. En dan kunnen we hier weer verder met de muur. Zo. Nogal ingewikkeld hier. Want ik wil eigenlijk daar nog een building maken. Hier zo. En dan maken we daar de overgang. Want ik wil wel daar nog door het water kunnen.
Oké. Hier wil ik het liefst nog wel iets bouwen. Dus gaan we hierheen. Hier langs heen. Even kijken hoe lang we al bezig zijn met muren bouwen. Kwartier. Oké. Kwartier. Dat is... Ik hoop dat het niet een te saaie episode is. Alleen maar muren bouwen. Ik weet, muren bouwen is niet het leukste ding. Maar het kan leuk zijn, denk ik. Ik vind het zelf ook niet leuk om naar te kijken hoor. Andere kant. Ah, misjump. Ik jumpte niet eens. Hoe kan ik dan misjumpen? Ik vraag me af. Oh, dat is deze kant. Kan ongeveer wel. Auw. Misjump. Dit keer was het letterlijk een misjump. Oké. Daar. Nou, hoeveel keer ging ik? Twee? Naar twee keer. Zo. Twee. Eén. Twee. Ga ik helemaal over. En deze gaat dan nog één keer zo. Oké. Dus hier komt de muur. En dan gaan we hier zo over deze berg. Ik weet ook niet waarom we over deze berg gaan, maar... stomme netherportal geluid. Ik vraag me af, volgens mij kunnen jullie het Minecraft geluid toch nu wel horen? Dat Minecraft geluid, ja, ik zei eens, nou ja. In ieder geval, volgens mij heb ik zo ingesteld dat je nu het Minecraft geluid wel kan horen. Dus. Heel moment hoor. Ja, daar ben ik weer. Ik moet even eten. Dus. Ik neem even een kleine pauze. En dan ga ik zo weer verder. Nadat ik dit heb gedaan. En dan dat. Oké, hoe komen we hier ooit naar beneden? Nou ja, ik ga eventjes eten. Even dit. Ik kan niet stoppen. Oké, dus ik ga even eten. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Ja, daar ben ik weer. Ik heb tosti gegeten. Oké, daar waren we. De muur. Die moet daar niet. Deze. We gaan hem hier af laten lopen. Tenminste, dat is mijn idee om dat te doen. Ik weet niet of dit helemaal gaat lukken, want ik val zo kaart naar beneden. Boom. Oké, dat lukt aardig. Auw. Waarom hou ik eigenlijk spatiebalk ingedrukt? De hele tijd. Oké, daar nu de kobbel. Doen we dit helemaal tot deze hoogte. 2. Ja, dat kan wel. Heb ik nog meer kobbel? Dank u. Ik wil graag even eens daar naartoe. Op deze hoogte alstublieft. Dank u. Oké, dat kunnen we later wel hoger maken. Gaan we even naar de overkant. Boom. We gaan daarop aansluiten. Dus we gaan hier langs het water, denk ik. Dan gaan we hier zo op de hoek. Dem. Je kan er trouwens nog op. Als ik een beetje goed kan jumpen. Zo. Jump. Oké. Waar is mijn speed? Ik sta er serieus naast. Waarom heb ik geen speed meer? Zit ik te laag? Nou ja. Dit moet nog maar allemaal even komen. Trouwens, dit moet heel erg hoog worden, want dit is allemaal bij een berg.
deze kant op, dus we gaan de goede kant op. We gaan straks, als we klaar zijn met de omringing... Omringing? Waarom noem ik dat een omringing? Geen flauw idee waarom ik dat een omringing noem. Ik heb het koud. Mijn raam stond net open. En er was niet bepaald warm buiten. Oh, ik ben eentje te ver gegaan. Eén moment. Ja, daar ben ik weer. Mijn vader riep me, dus ik moest heel eventjes komen. Oké, dus had ik net weggehaald, omdat hij er niet hoefde, maar... Ik plaats gewoon weer, omdat ik nou niet oplet. Dit gaat helemaal zo. En dan komt dus een muur tot aan hier, denk ik. Want ik wil wel het uitzicht vanaf mijn raam daar naartoe hebben. Au. Dat moet niet daar. Oké, deze hoogte is wel goed, denk ik. Aangezien er niemand overheen komt nu. Hier komt sowieso geen uitgang. Dat weet ik nu al. Ten eerste, je hebt ook al allemaal bootuitgangen. Dus. Dit wil ik iets hoger hebben. Want anders dan heb je zo'n lelijk opstapje ineens hier. Zo. Oh, torches. Dat kan ik ook zo nog even doen. Oké. Dan maken we deze nog even wat hoger. En dan denk ik dat ik even ga stoppen. Want het is alweer tijd. Dus. Ja. Dan ga ik denk ik... Ik weet niet of ik verder ga. Want ik ben nu ook bezig met match 2 van Skyblock Battle. Die ben ik aan het bedenken. En ja, dus. Ik weet niet of ik de muur af ga krijgen. Dus. Oh ja, kijk eventjes match 1 van mijn Skyblock Battle. Die heb ik gisteren geüpload. Echt waar, super cool. Met mijn broertje. En ik heb gewonnen. Oh, dat moet ik niet vertellen. Ik heb. Jullie weten niet wie er heeft gewonnen of zo. Helemaal niet, dat weten jullie niet. Ik zeg ook helemaal niks of zo over dat. Maar goed. Gewoon kijken. Is echt super leuk. Ik heb trouwens die hele map zelf gemaakt, dus. Ja. Dan stop ik hier de episode. Ik hoop dat het een beetje mooi uit gaat zien. Anders gaan we wat details toevoegen en zo. Maar ik hoop dat het een beetje mooi wordt met dat muurtje. Oké, dat ziet er super niet cool uit. Maar we kunnen alles aanpassen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye. Met full diamond armor en diamond sword. En alles in diamond. Bye bye.